Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag... vandaag gaan we iets heel anders doen. We gaan... nee, eigenlijk dat al niet. Eigenlijk is dat wel wat ik redelijk vaak doe. We gaan vandaag eens reageren op iets anders dan semi, of iets anders dan drugs. Het is wel nog beter als drugs. We gaan reageren op een goede Catnet-serie. Maar ik moet nog even kiezen, want er zijn natuurlijk fantastisch veel. We gaan even kijken. En dan gaan we reageren op een fantastische Catnet-serie. Mensen, ik heb dus ondertussen ook bijna 300 abonnees. En we gaan video's proberen maken om het zo snel mogelijk naar die 300 te halen. Voordat het jaar eindigt, want dat is toch wel een doelstelling van mij. Dus we gaan sowieso zoveel mogelijk doen om het zover te brengen. Goed. Laten we starten. Emotioneel. Dit is de eerste aflevering, hè? What the fuck? Hey, schatje. Hey. Ah, dat is een leuke combinatie. Ja? Zeg, zouden wij even mogen binnenkomen? Ja. What the fuck is deze dude, man? Niet te zenuwachtig vanmorgen? Nee. Allee, het is niet meer zo speciaal, hè. Nee, maar het is wel de laatste keer 1 september in de lagere school, hè. Amai. Het is wel gewoon de laatste keer in de lagere school 1 september. Dus ze zitten in het 6e leerjaar. Perfect, perfecte leeftijd voor mij. Stoppen we in de kelder. Ja. Wat? Kom aan. Wat is deze dude? Fleur. Ik was de was aan het doen en toen heb ik het is nu niet dat ik in mijn stoelen zit te snuffelen of zo. Hij was de was aan het doen, hè? Ik heb dit gevonden. Dat is van u. Hey. Van u. Je ziet wat hij doet, toch? Meneer zit er in de was rond te neuzen. Zo leuk. Oh, Fleurtje, waarom heb je dat niet verteld? Een liefje, dat is zo leuk. Ja, vertel, kom. Ja, er valt niet zoveel over te vertellen. Het is gewoon verre. Gewoon verre. Yo, deze mensen, man. Ja, deze mensen, man. Die zijn iets te nieuwsgierig. Ik bedoel, als ik vroeger een liefje had, dan kwam mijn moeder niet zo staan. Hey, wat is dat hier? Wat heb ik hier in de was gevonden? Is dat jouw liefje? Nee, die zat zo van, weer een ander. Die van mijn klas. Oh. Ja, want Alia, in zijn brief, hij lijkt toch wel heel erg verliefd, hè? Denk. Ja, kijk, gay dads, oké, tot daar aan toe, maar cringe, gay dads, goeie serie, man. Ja. Dat heb je super hard gemist deze vakantie. En dan hier, PS... Gaan we kussen als papa. We... Papa! Dit is wel een goeie, man. Dit is wel een goeie. Hey, liefste... Kijk, ik... Stel je schrijft zo'n zin. Yo. Hey, lekker chickie. Ik zie je wel zitten. Ik hou van jou. Gaan we kussen als we... Mocht je iets van vragen hebben... Dan zijn wij er. Hè? Ja. Want dat kan best spannend zijn, hè? Zo voor de eerste keer zoenen. Eeuw, ik ga niet zoenen en ik ben niet verliefd. Ah, wel, hè, als je niet wilt zoenen, dan kun je dwingen om te zoenen. Kom hier. Laat het gewoon. Niet waar. Kom, maar een beetje skippen. Oké. Ja. Bon, zullen wij dan eens beginnen koken, hè? Ja. De spaghetti saus. Mannen gaan koken. Dit is een avontuur. Ik ben benieuwd naar wat de koks zullen maken. Oei, kak op, klik ik hier.
48, hey. Jongens. Ik vind echt geen. Maar wil je hier aan eens? Wat ik ben naar Rome. Hé, heel lang geleden. Wat zijn deze Fortnite-dudes? Ze lijkt toch ook een stukje ouder als elf? Hé, hey, ça va? Je haar is echt mooi. Allee, die lengte. Wanneer heb je die geknipt? Middenvakantie ongeveer. Maar ja, het is anders, mag wel, hè. Ik heb je echt gemist. Hé. Oh. Hey. Hey. Wow. Ah, dat is kut. Iedereen heeft zo'n zieke gesprek. Alle zij krijgt gewoon alleen maar hees. Nee. Oh, never mind. Het echt een heel leuk visje aan, denk je? Ja, inderdaad. Echt mooi. Ja, als Cleo er niet is, moet iemand een compliment geven over de kleren, hè? Ja. Hebben jullie haar helpen gehoord? Nee. Allee, de laatste keer dat ik haar nog heb gehoord was... Ah. Nee, dat is zo raar, want allee, die antwoordt ook niet op mijn berichten. Ja, bij mij ook niet. Zeg maar, wat is die emo-chick daar, man? Je bent 11 en je hebt zo'n soort haar. Imagine 11-jarige met de haar. Wow, besef. Wow, de jeugd is echt aan het trashje, man. Ik ga even al de bombadario zijn. Ah, de jeugd, man. Godverdamme, man. Dat is toch smerig. Ik marginale ook niet mensen. Ik denk dat super saai zijn zonder haar op school. Ja, maar gelukkig hebben we wel allemaal een vriendje, hè? Oh, die hebben hier allemaal een vriendje. Oei. Dat was geen blij gezichtje. Cleo. Ja, bij mij ook. Naar buiten kijken voor een verrassing. Dat zal ook de max zijn. Ik denk dat het een prank is of zo. Gepronkt. Oh. Cleo. Hey. Oh mijn god. Lol, dat was echt goed. We beginnen met een rondje waarin iedereen zichzelf kort even voorstelt. En jij mag beginnen. Ik ben Cleo. Ah, dag Cleo. Dat was het. Gezegd. De doellijst van de lagere school. Oeh, ik wil wel eens op school hebben geslapen. Oké. Leur, wat zou jij nog graag willen doen? Ja, ik weet niet, misschien... Ik wil wel eens op school hebben geslapen. Ah, ik zou graag die prijs vinden voor het beste wiskundeleerling. Pot voor koffie, die is fucking saai. Die wil hier gewoon de slimste zijn in wiskunde. Godverdomme, tiefs op. Ik ben echt zo... Wat is deze gang ook, man? We hebben de emo-chick met de rare konijnen dingen als phone case. We hebben dat kind dat eigenlijk weg moest zijn, maar toch... Zit van, nee, fuck it, ik ben hier. En dat kind dat gewoon stikke nerd is. Altijd begint te janken om niets. En wie hebben we dan nog? Ja. Ah, de ginger. Ja, de duivel dus. Saai. Is dat het enige wat je nog wil doen? Ja, ik weet niet. Ik bedoel, er is niet echt dat er hier ooit iets spannends gebeurt of zo. Toch? Kijk eens. Goed geacteerd daar. Maar dit kan toch niet? Dit kan toch niet dat je echt... Het kan toch niet dat je echt 11-jarigen zo voorstelt? Als ik 11 jaar was... Weet je wat, laten we nu gewoon even een flashback moment doen van als ik 11 jaar was. Hoppa. Oh nee, jongens. Oh nee, oh nee. Oké, niet spastisch doen daar, joh. We weten... Oké, dat is toch een groot verschil tegenover deze Mongolen. Al ja, beter of slechter weet ik niet, maar zij lijken gewoon zo... Het zijn zo 11-jarigen die zo 14-jarigen acteren. Zeker dat kind met gekleurd haar. Pastor waar verre is dus mijn vriendje. Wat is dit? Ik weet dat dat misschien een beetje raar is. Omdat ik altijd vond dat Luna en Amelie te veel bezig waren met jongens. Maar dan vroeg verre het aan. In het begin van de zomervakantie. Ik sterf van de cringe. Ik heb ja gezegd. Maar wel nadat ik het eerst aan Luna had gevraagd. En ze zei dat ze totaal niet meer verliefd was op Verre. Want ja, ze is echt al heel lang samen met Timon. Maar dan de identiteit van waarheid. Die we niet hebben gevonden trouwens. Echt heel raar. Maar het ding is, als Luna gelogen heeft tegen mij. Hoe weet waarheid dat dan?
What the fuck voor filosofisch kind zit jij? Oh my fucking days. Oh mijn god. Het is niet normaal. Echt de waarheid. Oh my fucking god. Oh, dit is... skip dit. Vanaf nu skip kut alles. Dat moet waren toch als een double date, maar dan met drie. Hè? Maar heb ik nu... Het is één dag erna en... Dus... Dat emo-kind is een heel ander persoon geworden. Wat? Wat? Ja, ik moet eigenlijk iets bekennen. Want ik wil niet dat de jongens erbij zijn zaterdag. Dit, wat is dit? Dit is echt zo een YouTuber beenvideo. En zo Celine die zegt van ja, ik vind het niet leuk dat mensen me uitschelden op YouTube. En dan krijg je zo'n kop valk in de camera geduwd en dan begint hij te weren. Zo, ik moet iets bekennen. Verder en ik heb nog niet gekust. En we hebben elkaar ook nog maar één keer alleen gezien. Ja, dat was gisteren. Oh. Maar dat weten de anderen niet. Oh, je hebt geen relatie, kind. Dat is geen relatie. Deze zomer heeft Verre ook een paar keer gevraagd om af te spreken. En wat heb jij gezegd? En nu gaan we te weten komen, ze. En ik zei elke keer dat ik het te druk had. Ja, het is niet dat ik niet wou afspreken met hem. Nee, je bent een dikke bitch. Dat moet je even weten, ja? Cleo is net zoals mij. Zij is ook de enige die liefjes en jongens totaal niet belangrijk vindt. Ja. Oeh. En zij zei dat Verre niet moest komen. Ja, dat ik dan moest zeggen tegen Luna en Amelie dat hij niet kon komen. Dan is het probleem opgelost. Als Verre niet komt, dan... Zeg maar, wilde hij lief of wilde hij geen lief? Wat is nu het probleem? Maak het anders uit met de Verre, nee. Wat is de Verre nou eigenlijk misdaan? Dan hoef ik ook helemaal... Wat gaan we eigenlijk zaterdag doen met de jongens? Waar het ook nog doen? Zeg maar, dikzak, we weten dat jij... Oh, sorry, fat shaming. Maar je weet dat jij geen jongens kunt krijgen en daarom ga jij zulke soort spelletjes doen om die jongens te martelen. En uw vriendin vindt dat niet leuk en die Ginger, dat is haar plan van tevoren al. Zelfs samen beginnen. Kussen op school. Deze... Maar, nee, dat bedoel ik. Deze fucking scène duurt fucking 5 minuten of zo. Hoe lang gaat dit nou doorgaan? Hè? Please. Oké, dus. Ik heb bij. Voor de zachte lipjes. Oh nee, ze gaan haar helpen kussen. Tegen de slechte adem. En... De eerste aflevering gaat al om zeep. Ja, wat doe je? Wat heb ik dan nodig? Schrijf je nu op Harry Styles, ja. Verre? Dus, als wij weg zijn, kan je daar oefenen. Oké. Ja, oh. Oké, stap 1. De voorbereiding. Ja. Oké, dat slaan we even over. Stap 2. Hoe kan je Verre, of ja, Luna, duidelijk maken dat je wil kussen? Luna? Ja, je moet toch iemand hebben om op te oefenen? Wat? Wat? Hoe kan je Verre... Nee, we pakken een meisje. Ja, hoe kan je Luna duidelijk maken dat je wilt kussen met haar? Je moet toch iemand hebben om op te oefenen? Nee. Je oefent het op Verre, I guess. En niet op de muur, man. What the... Het is oké, Fleur. Oké, ga tegenover elkaar zitten. Nee! Nee! Oké. Doe het en niet. Kijk elkaar in de ogen. Maak geen ogen. Maar wel een beetje lachen, hè. Ja, het moet leuk te zijn. Oké, perfect. En dan nu de lippen. Nee. Luna. Sorry. Oké. Dus, kijk naar Luna. Nee. Geen lach. Doe het niet. En de volgende stap, je kantelt je hoofd. Je ontspant je lippen en dan touch ze. Wacht ze, dus glimlach. Ontspan je kantel je hoofd. En dan ontspan je lippen. Moet je mijn kussen geven? Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb het er niet uit. Yo, weet je aan wie dat die dikke mij laat denken?
Ah, fucking Dr. B. Dat is gewoon Dr. B, maar dan een kleine versie daarvan. Ze begint ook al les te geven over kussen en zo. Ik weet dat zij gewoon... Dat zij gewoon... Haar moeder is sowieso Dr. B. Gaan zij kussen? Nee! Oh. Nee! Nee! Oh. Paps! Ik kom later wel terug. Daag! Ah! Ah, fucking hell! Misschien hebben Luna en Amelie wel gelijk. Wat? En is het helemaal niet zo erg. Alleen dat oefenen op die poster vind ik wel wat raar. Dat vind je raar, maar op je beste vriendinnen te oefenen niet. I have no faith in humanity anymore. Maar ik heb het Amelie... Oei. Maar waarom de fuck? Spel in Team Sand 2. Timon en ik, Adam en Amelie en Fer en Fleur. Degene die aan de beurt is, die moet dan een woord trekken en dat dan uitbeelden. Als het juist is, dan is de andere gewoon aan de beurt. En als het fout is geraden, dan is het volgende team aan de beurt. Maar eerst moeten ze kussen. Ik wil al beginnen. Ja? Ja, zeg het anders. Ik heb het gehoord dat dier. Staart. Ja. Come on. Is het een dier? Stop. Het is een duivel. Wat een duivel? Een boos, een staart, horens. Hallo. Oké. Okay. Bro. Maar dan nu moeten jullie kussen. Wow. Dit was zo stoer en dramatisch. Dat was letterlijk echt gewoon zo gezichtfeek zo. Gewoon eens even... Even een kus. Ik kan beter een kopstoot geven, man. Wat is dit? Wat een gezichtje hier. Yo. He got that wrist, yo. Deze man is helemaal zo van... Ah, shit. Ah, hij is stoer, man. Dat kan ik niet doen. 1, 2, 3, go. Iemand kittelen? Ja, dikke mogol, jongen. Echte waarheid, jongen. Oh my tyfus. Iemand kittelen. Een fluit. Oh ja, een fluit. Dat is echt moeilijk. Het is geen fluit en niet kittelen en meneer doet zo. Oh nee. Ik weet het niet. Stop. Een saxofoon. Oh, ja, jongen. Ik ken toch niks van muziek? Een saxofoon. Dat was echt wel expres. Waarom zou ik dat nu doen? Een egel. En Sonic the Hedgehog. Een kat die slaapt. Een hond die slaapt dan. Yo, what are you doing, my man? Are you even vals? Trying? Een ijsbeer. Stop. Ah. Fleur? Maar wat was je woord eigenlijk? Een steen. Dat was mijn woord. Dat is echt al heel moeilijk, hè? Nee, kanker, mongol. Dat is mijn woord. Steen. Oké. Okay. Kus. Ga jullie kussen. Het spannende moment is hier. Sorry. Oh! Ik... Oh! Nee, maar hier ben ik door geraakt, hè. Hier, dit is erg, hè. Niet durven kussen met hem, maar dan wel gewoon uw vriendin afluiberen. Hier stopt de aflevering voor mij. Ik ben hier klaar mee. De jeugd moet stoppen met zulke soort dingen te doen. Gedaan. Hup, naar huis. Oké, mensen. Dat was het voor deze aflevering. Ik hoop dat het geluid een beetje goed is. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat als ik hier 300 views op krijg en 10 likes, dan maak ik hier een tweede video over. Maar what the fuck, man. Joejoe, like en abonneer. Tjoe!